Welkom bij een nieuwe editie van het GK Channel. En vandaag hebben we een hoop nieuws. En natuurlijk een groot deel daarvan gaat over de aankomende E3. Want we mogen het nu echt weer een E3 noemen. Vorig jaar was het natuurlijk een E3. En dit jaar is het een echte E3. Want de E3 zal zelf ook. Content gaan maken via de app. Ik weet nog steeds niet precies hoe dat gaat werken. Maar ik hoop dat deze week allemaal um, ja, duidelijker te gaan krijgen. En ook daar meer over te kunnen gaan vertellen. Maar er is een hoop speculatief nieuws. Um, die we kunnen gaan doornemen in deze editie. En laten we beginnen met. Um, een gerucht dat gaat. dat er een nieuwe Bioshock aankomt. Nou, dat gerucht kan ik eigenlijk wel gewoon zeker stellen. Ik bedoel, er, komt, er wordt gewerkt aan een nieuwe Bioshock. Ook ik heb daar genoeg. Um, Signalen van gekregen. Um, maar men zegt dat dit mogelijk een PlayStation 5 exclusive gaat zijn. Nou, dat kan, dat weet ik niet. Dat ligt natuurlijk aan. Uh, Sony kan natuurlijk aangeven uh, dat ze er geld in willen steken. Dat is natuurlijk altijd handig. Uh, het wordt niet meer gemaakt door Ken Levine, um, die de originele Bioshocks heeft gemaakt. Wat mij betreft, een van de beste franchises, game franchises ooit gemaakt. Maar. Een beetje een herstart. Mogelijk dat uh, ze gedacht hebben: nou, oké, okay, als we wat funding al aan het begin krijgen, wat support, ook wat support uh, qua PR, marketing, dan zou het best wel interessant zijn om dit exclusief te maken. En ik denk dat het dan altijd zal gaan om een timed exclusive. Als het zo gaat zijn, zal het een timed exclusive zijn. En anders denk ik gewoon dat het op alle platformen gaat uitkomen. Ik ben heel benieuwd. Ben lichtelijk sceptisch, want. Uh, Ken Levine was, wat mij betreft, wel echt geniaal gek als het ware. Weet je wel, iemand die gewoon heel creatief in zijn hoofd is, buitensinnige dingen kan verzinnen. Dat is natuurlijk waar de wereld van Bioshock zo rijk was. En ik weet niet of de nieuwe studio dat zonder Ken ook aan kan. Wie weet wel, wie weet niet. Ander PlayStation nieuwtje is, um, is een grappig interview. Wat gegeven is door de Braziliaanse studio Diorama. En dat zal waarschijnlijk helemaal niemand wat zeggen, Diorama. Nou, Diorama is zo'n studio die ook bezig is met eigen werk, maar ook uh, work for hire doet. En work for hire is niks anders dan dat zij meehelpen aan de games van andere developers om levels aan te kleden, eh, grondwerk te doen. Nou, dat hebben ze gedaan voor Horizon Zero Dawn. En. Um, deze mensen hebben een, een interview gegeven uh, in Brazilië. En niet heel interessant. Behalve als je een beetje zo her en der in de interview zit, een paar leuke. Uh, 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 ja, stu stukjes tekst die misschien wel veel betekend kunnen zijn, want hij zegt bijvoorbeeld over de studio Housemarque en Housemarque is natuurlijk bekend van Returnal, de fantastische game met een fantastisch hoge moeilijkheidsgraad uh, Playstation 5 Exclusive en zij zeggen erover, op een gegeven moment heeft hij het over Housemarque, er wordt een vraag naar Returnal gesteld over hun, wat zij ervan vonden en dan zeggen ze van ja, ik kan daar niet zoveel over zeggen, omdat um, we hebben een NDA daarover uh, omdat Housemarque onder de vleugels van Sony zit. Nou, Housemark is op dit moment nog onafhankelijk. En het zou dus zomaar kunnen zijn dat deze studio binnenkort wordt toegevoegd aan uh, de portfolio van Sony Worldwide Studios. En dat lijkt me helemaal niet onlogisch, want de game is fantastisch en is, denk ik, ook een commercieel succes. Er wordt ontzettend veel over gesproken. Um, en ja, dat is alleen maar positief. En verder geeft hij ook nog aan dat ze bezig zijn aan de nieuwe game van Naughty Dog. Dus blijkbaar wordt daar ook aan gewerkt. We weten niet of dat The Last of Us 3 is of dat het een nieuwe IP is... Totaal onbekend, wel dus blijkbaar dat er al gewerkt wordt aan een game. En dit is niet een studio die dat doet aan de beginfase. Dit is echt een studio die werkt op het moment als die game ook echt daadwerkelijk in aanbouw is. En er levels en dat, dat soort dingen worden gedesigned. Dus dat betekent dat ze al een eindje op weg zijn. Dan gaan we even naar Microsoft toe. Uh, Microsoft komt natuurlijk met, samen met Bethesda met een echte presentatie tijdens de aankomende E3. Um, en um, ja, dat kan wel eens een, een, een geldfeestje gaan worden en natuurlijk gaan mensen dan allemaal nadenken, oké, okay, wat gaan we nu allemaal wel zien en niet zien? Nou, in ieder geval duidelijk is Halo Infinite, die gaat getoond worden en Starfield aan de Bethesda kant, als je dat een beetje, ja, dat logo weet je wel, dat, dat moet je maar even zoeken uh, de aankondiging daarvan, daar zie je duidelijk die, die twee games in, maar er gaat natuurlijk veel meer gebeuren, want er zijn 90 minuten voor gesignaleerd en om al 45 minuten uh, Halo Infinite te kijken en 45 minuten de Starfield dat lijkt me een beetje te veel van het goede, daarom zijn diverse uh, mensen die behoorlijk goede lijntjes hebben met Microsoft, aan, denk aan uh, Bril uh, of denk aan een uh, Grubs um, en Jess Gordon. Dat zijn allemaal mensen die goede lijntjes hebben in het Microsoft-wereldje. Die zeggen vijf games, vijf Triple A games, die hebben zij wel een beetje uh, duidelijk. Um, ten eerste, Forza Horizon 5. Nou, dat lijkt me eigenlijk wel 100% zeker dat die getoond gaat worden. Om de zoveel tijd, je weet het. Forza, Forza Horizon, Forza Motorsports, Forza Horizon. Uh, deel 5 gaat in Mexico zich afspelen. Boeit mij eigenlijk niet zo heel veel. Omdat we weten gewoon wat het gaat zijn. Uh, het gaat ongetwijfeld hartstikke mooi zijn. Uh, autoporn. Um, ik ben meer van de Forza Motorsports. Ik ben meer gewoon van de afgesloten circuits. Andere mensen vinden open wereldraces leuk. Dus ik denk dat dit wel de fans van dit genre. En dat mag ik eigenlijk nooit zeggen. Maar ik doe het toch ongetwijfeld gaat pleasen. Uh, dan is er toch wel een sterk gerucht... dat er een Wolvenstrein 3... aan zou kunnen komen... van uh, Machine Games. Dat is een onderdeel natuurlijk weer van Bethesda zou zomaar kunnen. Hebben we een tijd niks van gezien. En uh, persoonlijk zou ik het toejuichen, want ik ben een grote fan van de Wolfenstein-serie. Dan hebben we een game uh, die heet Project Typhoon. Um, die wordt echt wel heel erg uh, naar voren ge ge gepusht. Um, dan een game van IO Interactive. Uh, Project D Dragon RPG. Uh, dat zou zomaar kunnen. En we hebben Project Omen bij Arkane Austin. En dat is wel interessant. Dat zou dan weer een, ja, een een vampire action RPG zijn. Um, ja, het zou best kunnen. Waarom niet? Uh, de Arcane vind ik een hele leuke studio. Maken af en toe echt wel hele leuke, toffe dingen. Um, dus het zou zomaar kunnen dat die partijen ook getoond worden. Of dat die games ook getoond worden. Want Microsoft wil nu echt laten zien dat al die studio's die ze gekocht hebben, maar ook al die studio's die ze hebben uh, uh, waarmee ze samenwerken, uh, dat die nu eindelijk ook projecten. Daadwerkelijk aan het afmaken zijn. Um, Hellblade, de nieuwe Hellblade, die schijnt er dan weer niet te zijn. Dat vind ik apart, want die hebben we natuurlijk al eerder gezien een jaar terug. Waarom dat dan opeens nu weer niet aanwezig is, weet ik niet. Um, een game die dan volgens deze insiders wel aanwezig zal zijn, is Avoud. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Um, het is natuurlijk een RPG van uh, Obsidian Entertainment. Nou ja, uh, met de Outer worlds is het natuurlijk gewoon een van onze fan favorites hier op de redactie. Ja, en deze game, uh, daar werden mensen als een Jelle en een Koos... Die werden hier al helemaal lijp van. En uh, dat zou ik zomaar kunnen. Dit zou wel eens weer een hele toffe RPG kunnen zijn. En um, is al wat van getoond, dat zie je natuurlijk nu. Dit is wat we vorig jaar hadden gezien. Uh, logisch dat je dan. Meer gaat laten zien van deze game om dit warm te gaan houden. En ik weet dan niet of daar dan daadwerkelijk ook al een release window. Want ik denk niet dat er release dates. Er zullen wel wat release dates getoond worden op de E3. En dat zal dan met name gaan over games die dit najaar gaan uitkomen. Maar ik denk dat je vooral veel release windows gaat zien. Uh, omdat mensen toch. Ja, we zitten nog steeds een beetje in die pandemie. Uh, het lijkt nu uh, gelukkig de goede kant op te gaan. Maar je weet gewoon niet hoe dit allemaal gaat aflopen. En om dan nu al vooral in 2022, games al op een strakke datum neer te zetten. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Maar er zitten dus een aantal prachtige games bij. 90 minuten gaat die duren, de Xbox en Bethesda-presentatie. Dus we kunnen echt wel een aantal grote games verwachten. En ik zeg nu kunnen, eigenlijk moet je zeggen... moet, moet dat nu wel gaan gebeuren. Omdat dat nog een beetje de Achilleshiel is van Microsoft. De Game Pass loopt als een trein. Iedereen is nu toch wel... Echter van overtuigd dat dat gewoon value for money is. Maar die first party games, die grote triple exclusive, we weten dat Sony ermee bezig is. We weten dat ze gaan deliveren. We hebben Horizon al gezien, Forbidden West. Microsoft moet nu laten zien dat zij dat ook kunnen. Um, nog even een kort nieuwtje trouwens over PlayStation. Een gerucht die ik. Niet heel goed hard kan krijgen is dat er een PlayStation Experience gepland zou gaan sta, uh, staan voor de 28e juni, met daarin wat meer games voor het komende najaar en verder. He, we hebben natuurlijk nu de uh, State of Play gehad met Hor uh, Horizon Forbidden West, die er gruwelijk uitzag. Nou, er zijn mensen die zeggen dat dat zo is. Heel veel mensen zeggen ook van ja, dit is gewoon natte vingerwerk. Uh, nergens staat. Uh, kunnen we dat ergens aan vastbinden? Uh, het zou kunnen 28 juni. Het is na de E3. Het is wel desonisch. Ze hebben er van tevoren iets laten zien. Horizon, daar hebben ze meteen al laten zien: van, holy shit. Wij gaan high-end AAA exclusives maken of platform exclusives maken... Uh, voor de PlayStation 5 en de PlayStation 4. Uh, Microsoft, laat maar zien dat jij er overheen kan... en dan komt de E3... en dan zullen ze misschien daarna weer een dikke plons willen maken... door te laten zien... oké, okay, Microsoft, jij hebt nu dit getoond... bam, wij hebben dit nog. Dus tactisch gezien... Maakt het wel best wel sens dat dat gaat gebeuren? Maar ik weet het niet. Um, gaan we verder met wat nieuws over Battlefield? Uh, dat is natuurlijk meneer Henderson, die alles weet over Call of Duty en uh, Battlefield. Die lekt daar behoorlijk veel over. Uh, nu zegt hij weer: de, de Alpha van Battlefield zal in juni, uh, of in juli, van start gaan. Nou, ja, dat is eigenlijk wel een vrij. ...makkelijke gok die ik hier ook wel zou kunnen maken... ...omdat natuurlijk 22 juli hebben we EA Play. De trailer van Battlefield die gaan we al eerder zien. Ik denk tijdens de Xbox-persconferentie. Er is altijd een link tussen Xbox en uh, um, Battlefield... ...omdat Call of Duty heel erg vast zit aan PlayStation. En um, ik vermoed, uh, althans logisch dan... ...dat de gameplay wordt getoond op EA Play om 22 juli... En dan zul je iets krijgen aan het eind van. Uh, uh, dan zie je nog even een trailer of dan bewaren ze tot eind. En dan is het van. En vanaf nu kan je je registreren voor de Alpha van Battlefield. Of hij gaat nu uh, van start. En dan ligt het hele internet plat. En dan kun je de eerste drie dagen helemaal niks spelen. Maar goed, ik denk dat dat gaat gebeuren. Dus 22 juli, laten we gewoon zeggen: 22 juli start de Alpha van Battlefield. Heb ik het als eerste gezegd hier: uh, Cyberpunk, opmerkelijk. Uh, CD Portugal Red doet regelmatig van die. Uh, aandelen, houders, meetings, waarin ze dan weer gaan vertellen wat ze allemaal gaan doen. En ze hebben nu gezegd, uh, en ik zal dan eventjes gaan uh, uh, quoten. Uh, wat wat Kisinski, dat is dan de baas, zegt. Um, we intend to live up to what we promised our gamers in January. While we already see major improvements, a large part of the team continues to work on making sure that the cyberpunk provides an even better entertainment to gamers. Dus zij zeggen: het gaat helemaal goed komen. Deze game komt. Uh, komt uh, Ooit nog in een perfecte uh, status terecht. Um, de helft van het hele CD Project team werkt nog steeds aan het patchen en het upgraden van uh, deze game. Ik zag gisteren ook weer een paar tweets waarin juist weer was te zien dat de game nu steeds vaker crasht, dan steeds minder. Uh, PlayStation um, die zegt verder niks. Cyberpunk of CD Project Red heeft wel gezegd, uh, we moeten aan bepaalde parameters voldoen voordat Sony. Uh, zal beslissen om de game weer te koop aan te bieden in de PlayStation Online Store. Wat die parameters dan zijn, dat hebben ze niet bekendgemaakt. Maar ik denk dat de game nog steeds op de PlayStation 4 te onstabiel is. Dat er nog te veel crashes en bugs in zitten. En dat uh, Sony zijn vingers er niet aan wil branden. En zegt uh, lekker belangrijk: uh, voorlopig geen te koop bordje op de PlayStation Online Store als het gaat om Cyberpunk. Dan tot slot. Ja, dit vind ik leuk. Uh, Scavengers, we hebben het al een tijdje, uh, een tijdje geleden over deze game gehad. Een uh, sci-fi survival battle. Royale Hybrid. Bladibladi bla. Nou, op zich, de game zou niet zo uh, interessant zijn als deze game wil gaan stunten met het aantal mensen wat tegelijkertijd in dezelfde omgeving online zit. En als alles goed gaat, uh, dan zal de deze week de eerste testen. Uh, gaan beginnen met maar liefst 5000 spelers tegelijk. Uh, in dezelfde omgeving. En ik had het er net al over met stagecrew hier. Uh, dat worden dan verdomd lange potjes battle royale of juist wel heel snel als je met z'n vijfduizenden allemaal op hetzelfde plekje uh, neer gaat duiken. Uh, ik ben heel benieuwd of dit gaat werken. Vijfduizend man in dezelfde omgeving. Ongekend. Kijk, uiteindelijk zullen we dan daar naartoe gaan. Uh, maar op dit moment zijn zij dan een van de eerste die dat uitproberen. En als zij het werkend krijgen, is dat natuurlijk wel een tour de force. En geef ik ze alle credits uh, daarvoor. Dus ik hou het allemaal in de Gaten. Um, volgende week, uh, nee, volgende week, het is nu dinsdag. Ja, zie je, ik ga ik ben nu al helemaal in die E3 modes. Uh, aanstaande donderdag hebben we natuurlijk weer een nieuwe GK-journaal met, ik neem aan, weer een hoop E3-geruchten.